We gaan het vandaag hebben over stoffen. We zijn begonnen met scheikunde. En stoffen hebben massa. Dat kan je dus wegen. En stoffen hebben allerlei eigenschappen. En sommige van die eigenschappen noemen we stofconstanten. Een voorbeeld is bijvoorbeeld kookpunt, smeltpunt, de dichtheid. Kookpunt, smeltpunt kunnen we bepalen in graden Celsius of graden Kelvin. Of de Amerikanen doen dat in graden Fahrenheit, wij niet gebruiken. De dichtheid kunnen we bepalen door de massa te delen door de hoeveelheid ruimte, door het volume. En dat geven we weer in gram per kubieke centimeter. Of als je heel veel hebt van een bepaalde stof, misschien een kilogram per kubieke meter. Stoffen die bestaan uit moleculen. En als je verschillende moleculen bij elkaar doet, dan zie je, dan bestaat dat stof uit een mengsel. Maar als je maar één bepaald soort moleculen bij elkaar hebt, dan is dat een zuivere stof. Dat is iets anders dan een zuivere berglucht of zuiver zeewater. Ja, dat blijft vaak een mengsel. Er zijn in ons dagelijks leven niet zo heel veel zuivere stoffen waar we mee te maken hebben. Tijdens scheikunde praktica waarschijnlijk wel. Dan heb je misschien demiwater. En dat is puur water. Dat is water, ja, dat is een zuivere stof, maar één soort moleculen. Er zit niets anders in dan watermoleculen. Die watermoleculen, die moleculen überhaupt, die bestaan weer uit atomen, waar we het later nog over hebben. Dus een zuivere stof, ja, heeft maar één soort molecuul. En als we dan die stof, als we die dan bijvoorbeeld in vaste vorm hebben, laten we dat water nemen, dan hebben we ijs. En je ziet hier op x als de tijd en hier de temperatuur. En dat gaan we verhitten. Dan zien we, ja, volgt de rode lijn, dat dat ijs is eerst in een vaste fase. De S gebruiken we, staat voor solid, vast in het Engels. Vaste fase, en dan krijgen we een smeltpunt. En terwijl het aan het smelten is, blijft dat ijs op wat water wordt, op dezelfde temperatuur. Dus een smeltpunt. En zoals jij en ik weten, is het smeltpunt van ijs, water, is 0 graden. Dus het smeltpunt hier zou 0 graden moeten zijn. Dan blijven we natuurlijk nog steeds verwarmen en we gaan het water verwarmen en die temperatuur gaat dus ook verder omhoog. Als we dan bij het kookpunt zijn, het kookpunt, dat weten we, dat is 100 graden. Terwijl het aan het koken is, wordt de vloeistof niet warmer. We kunnen het gas wel weer warm maken en dan gaat het weer in temperatuur omhoog, maar die vloeistof die blijft op dat kookpunt zitten. Dus hoe hard je het gas ook aanzet, 100 graden is 100 graden en het wordt niet warmer. Dat is iets anders bij een mengsel. Je ziet dat in een mengsel een soortgelijke grafiek als de zuivere stof heeft. Echter, die lijn die loopt, waar die hier heel mooi horizontaal loopt, loopt die hier toch nog lichtjes omhoog. Dus in plaats van een smeltpunt hebben we een kort smelttraject en een kookpunt, ja, hebben we een kooktraject. En dat schuimte, ja, geeft aan dat we hier dus een mengsel te maken hebben. Dus hieraan kunnen we goed herkennen als we dat stofje, wat we niet weten of het een mengsel of een zuivere stof is. We gaan het verhitten en we zetten een thermometer in. We kijken wat er gebeurt met de temperatuur terwijl we aan het verhitten zijn. Dan kunnen we hier aan dat smeltraject of dat kooktraject kunnen we zien of we met een mengsel te maken hebben of een zuivere stof. Wat blijkt nou zo te zijn, dat kookpunt, hoe zwaarder het molecuul, hoe hoger het kookpunt. Dus als het molecuul groot is, zwaar, ja, dan werken er krachten op. Die noemen wij van der Waals krachten. En die krachten die zorgen ervoor dat de moleculen bij elkaar blijven. En dan is het lastiger om die moleculen uit elkaar te krijgen en dus in een gasfase. Want in een gasfase, hierboven, zijn de moleculen ver van elkaar verwijderd. En hier in de vaste en de vloeibare fase zitten ze dicht bij elkaar. Nou, dit is de eerste grote helft, 1 tot met paragraaf 1.1 tot 1.5 van het boek wat wij gebruiken. Dat is chemie overal. En ik hoop dat je hier wat aan hebt, dat het je helpt bij het leren voor een toets. Veel succes en tot in de les.